André, was it a night to remember? Yeah, why not? yeah, it was a good match. I think we did pretty well. We created some good chance. We don't get a goal. We had amazing fans that supported us already outside the stadium. That's maybe not inside the rules right now for the Corona situation, but it gave some motivation. For tonight. Sure, for sure. We are happy to see how they support us, how they help us, and for sure was an extra motivation for us to see them there outside supporting us. Even when we were on the pitch, we could hear them outside, and yeah, that's very nice. And I think was what we did was to play for sure also for them, because they would like to be inside of the stage, and they could not, so we played also for them, and this win is for sure for them. Sta je hier met een gevoel van trots? Ja, ja, zeker, tuurlijk. Kan je eens uitleggen wat er loskomt op zo'n avond? Ja, wel een aantal dingen. Laatste tijd een beetje een moeilijke periode. Geblesseerd, wat andere dingen. Dus ja, het is weer een soort verlossing eigenlijk die dan die vandaag dan bij het debuut ook nog, Europees debuut, die dan loskomt. It's not easy when you get a lot of injuries. We, a lot of players or some players who are not playing, they got their chance and they make an amazing job. But also because we know we don't have so many options, so this almost the same players has to play, even with if you are tired or not, you have to play. Because of the last options, but everyone is doing a great job. We are playing really as a team, and I'm really happy to see how good we are in the moment. And but as I said, that's the most difficult is not just to do it one or two times. The most difficult to keep like this, and that's the mentality we have to keep doing for the next match. Het is een Europees debuut. Was het anders dan het Eredivisie debuut dat je maakte tegen Emmen? Dat was in januari volgens mij alweer. Ja, klopt. Is het anders? Nee, debuut is debuut. Het is allebei heel mooi om sowieso voor deze club je debuut te maken. Dus nee, het was niet echt heel anders. Ja, waar je sinds de jeugd eigenlijk al naartoe werkt, hè, dat was toen ook een beetje het verhaal. Ben je gegroeid het afgelopen jaar, ondanks de wat dieptepunten die je ook hebt gehad? Ben je gegroeid? Ja, zeker. Natuurlijk als speler. Ik denk dat je in een jaar sowieso wel als speler zo'n jonge leeftijd wel altijd dingen leert. Dus ja, ik ben wel gegroeid. Ja. Kan je aangeven wat je wil brengen nog in die, ja, hoeveel minuten waren het in totaal? 5, 8 minuten ongeveer zo. Gewoon energie. Je wilt je laten zien. Dus ik denk voornamelijk dat je gewoon energie, en dan hoop je natuurlijk op een doelpuntje of een assistje. Maar voornamelijk wil je gewoon hard werken, energie brengen. Ja, dan moet je echt afdwingen dat ze je aanspelen, of heb je dat vertrouwen inmiddels? Ja, ik weet niet als ik dat inmiddels al heb, maar ik denk dat je dat altijd wel moet afdwingen. Ja, maar je pakt wel eens een trainingtje mee, dus dan kan je een beetje voelen of die spelers dat ook zien, of ze jou zien. Ja, klopt. Dat ze je niet overslaan. Klopt, ja, nee. Ja, ik denk niet dat ze me overslaan. Gefeliciteerd, geniet ervan. En ja, we zien je denk ik in Spanje of niet? Ga je mee? Geen idee. Oké, dankjewel. Of course, always looking for the best place in the group. I think the first place is not possible anymore because of the director. But the second place is of course, is the thing that we are looking for. And with a draw away now, it's possible. But we know, who knows us, know that we will play for the win always. But of course, we have to play, be clever for the away match against Real Sociedad, because we know they have too much quality. And if it's a draw, it's also nice because we are qualified for the next phase.